Eenheden, meld u zich. Uitslaande brand op carrosserieweg 13. Hé, dat is die oude benzine- en luciferfabriek. Zo is het, Takkel. Te snel. Heli 1, onderweg. Agent meldt zich. Waar is Takkel? Vlak achter je. Dat ze niets liet vallen. Thank you.
Het was een van de ergste branden die ik ooit heb gezien. Voordat ik het wist, stond het hele huis op je licht te waaien. We moesten zo snel mogelijk water naar alle ramen spuiten. Blijf hoor.
We moeten de gewonden naar het ziekenhuis vervoeren. Met groot spoed. Ik denk dat je zo dicht mogelijk aan een ambulance aan moet rijden. I want gold, my dear. I want gold.
Wat heb je gedaan? Je lever gered. Ik was 12 jaar tijd toen ik de arena ging. Eerst wilde ik de grootste vendor. Cool, toch? En we dachten dat het leuk zou zijn. Dat was een enorm vastberaden bulldozer. Niets kon hem ervan weerhouden die kent te pakken. Thank you.
Applaus voor onze matadors, terwijl ze proberen de meeste rozen te verzamelen zonder te worden bedreigd door de bulldozers. De arena zat chockvol juichende auto's en ze gooiden allemaal handen vol rozen. Bulldozer nummer 1, kom eraan! Zijn voor alles in.
zo goed in gezien, zit ik als de voeten in het filmpje van Slaven en Zandos en Frank klaagde over hoe woest het was. En señoritas, u herkent een echte matador aan de tijd die hij in de ring blijft. Alleen de beste matadors houden het vol tegen Los Bulldozeros.
I want gold, Mazia. I want gold. Cole, dat is nooit gebeurd. Nou. Als je dit wilt winnen, dan moet je omgebouwd worden. Ombouwen! Waarom dan? Toen ik in Tokio aankwam, werd ik meegenomen naar een werkplaats voor een tuning. Ik wilde de koning worden van alle drifters. Het ging erom zo lang mogelijk te driften zonder iets te maken. Thank you.
gaat best goed. Hallo! Huh? Goeie move, maar niet goed genoeg! Ninjas, jalé! Ja! Oh nee, ninjas! Ha! Ik was om die aanvallende ninjas te blijven. Maar toen bedacht ik dat ik ze op mijn knallen met mijn naam was. We'll be right back.
Lightning McQueen. Wow. Ik regel dit wel. Drakenstijl. Draaiende drakenaanval. Ja. Hij is bijna bij de toren. Snel, volg mij. Oh, yeah. De baan. Huh? Wow. Kijk mij nou eens slippen. Hey. Wow. We namen een kortere route door de gevaarlijke bouwzone. Ik ontdekte dat ik een boost kreeg als ik over een grappig stuk wegdek reed. Maar toen ging ik ineens ook wel loeihard. Ik vloog uit die pijp als een raket naar vloog. En ja hoor, ik was terug in de race. Onderweg omhoog naar de toren moesten we over verkeersdrempels springen en onder allerlei marokkorden doorduiken. Volgens mij zie ik Carburetor Canyon vanaf hier. Hallo! Radiator Springs! Als de toren afgeduwd worden, was niet eens zo erg. Jo, dan hoefde ik tenminste niet meer al die drempels en borden te ontwijken. Thank you.
hele wereld zien liggen. Hé, hey, kijk dat toch! Je bent kampioen! I want gold, Mazia. I want gold. Takel, dit is nooit gebeurd. Oh nee? Van het publiek op te warmen met een paar simpele, levensgevaarlijke stunts. Jullie snappen het! Hoger! Hoger! De malende deukstangen zijn altijd heel populair geweest. Maar dat ziet er niet zo gevaarlijk uit. Dat was het eerst ook niet, toen die stangen splitsten met het. Ik snap het nog steeds niet, Tango. Wat was daar nou moeilijk aan? Nou, wacht maar af. Wel toen vatten die vlam. Ik deed de allermoeilijkste stunts. Vuur! Wow! Hé,
Als de fans van Takel de Groot het leuk hadden, dan had Takel de Groot het ook leuk. Ik heb ongeveer elk deel van mijn lichaam bezeerd. Dat gaan geloven? Dat lijkt me wel. Jij was er ook bij, hè? Wat? Dat noem ik nou een mooie vrije val. Dat was mijn plan, zeg. Hoe liep het af? Nou, niet echt goed. Oké, tot later. Kom op, jongens, we gaan. En de kortspoor is voor...
I want gold, Mazia. I want gold. Dames en herenwagens, een hartelijke toeter voor onze nieuwe worstelaars die opruimen wat er uit de ring wordt gegooid. Mijn eerste wedstrijd was tegen een ijskookkar. Hij was best vrijgevig voor een worstelaar. Hij deelde allerlei lekkers uit. Populair ijsje. Huh? Oh! 1, 2, 3, een winnaar! Nou, zo lusten we nog alleen! Weet je wat nog fijner is dan winnen? Niets! Een applaus graag. Onze worstelaars gooien nu een balletje op. Elke auto of truck moet zoveel mogelijk ballen vangen en ze naar een speciaal geparkeerd doel racen. Ik heb een lange en lastige weg afgelegd om monsters te worden. En hij was nog hoppelig ook. Maar ik wil nog kort op de doel en heb alles gegeven. Thank you.
worstelaars van hun stuk brengen. Dat was de strategie. Ik volg een takelhaak op en richt hem op de zee. Tijd voor de hoofdact. De worstelaar die overblijft, wint de hele wedstrijd. Nu is het tijd om erachter te komen wie de sterkste is. Bij wagen tegen wagen gevechten moest ik al mijn vaardigheden in de strijd werpen. De wereldkampioen, Dr. Frankenbacher! Koud kunstje. En zijn monster! Toen ik het monster zag, liet ik bijna mijn motorolie lopen. Het was de griezeligste ding dat ik ooit had gezien. Hij had een grijper, een graafarm en een slootkolen. Allemaal om zoveel mogelijk schade. Let's go.
Wow. En wat deed jij toen? Weet je dan niets meer? We waren een dekteam. Wat? Ja, dames, ze zijn helemaal echt. Willen jullie eens voelen? Stel, tik dan. Tikkie! Ik pak je! Opgelet! I want gold, Mazia. I want gold. Blitzen McQueen? Oh, nee, hè. Niet te geloven. De Tormentor. Ik ben je... Ci sono quasi! Finito! Nadat we vriend geraakt waren, leerde ik Kekko mijn favoriete blitzen gooien. Kijk over,
was een echte molbroek. Hij gooide banden de lucht in en ik trapte er wild op en haar voordat ze weer op de grond vielen. Maten zweefden door de lucht. Beetje Tekkel maakte zelfs heel mooie patronen met die banden. Ik leerde hem achteruit rijden. En hij heeft mij leren vliegen. Cool. Wacht even. Nu ik kon vliegen, gingen Tekkel en ik naar Carburetor Canyon om te oefenen en door wolkenringen te vliegen. Carburetor Canyon zag er ineens compleet anders uit. Alsof ik er vanuit zo'n coole helikopter naar keek. We vlogen supersnel en toch raakte mijn tank niet leeg. Volgens mij omdat het van die speciale UFO-brandstof was. Beste vrienden. Ik heb hem. Nee! Naar de basis. Thank you.
Nee, Tekkel. Tekkel was mijn maat. Ik moest hem gewoon redden. Mijn plan was om stilletjes met hem weg te sluipen. Door de lichten en andere auto's te ontwijken. Tekkel, waar ben je? Tekkel daar weghalen was niet eenvoudig. Als ze me zouden zien, zouden ze misschien ook met mij gaan experimenteren. Nee, sorry, Takel. Dat is nooit gebeurd. Oh, nee? En hoe kan ik dit dan kunnen? Au! Oh, Takel, alsjeblieft.